dat het van zijn vlucht kan nog wel hebben. Ja, dan zie je die. Alleen de boven en de onder. Ja, want ik zag van de week de dochter met een lieder, en die zei vorige week, en die zei kom een keer naar het strand, die is 80 jaar al. Ik zeg ja, dan kom ik hier een bakje koffie wagen. Maar ja, dan kom ik hier rond je kamer, die is het af. Waar is die wilde niet gaan? De tweede wagen, dat is. Ja. En die woont daar? Ah, nee. Dat is al van die wagen. En dat is doen? Ja, ja, ik wist het wel, zag. Ja. Grote politieactie gaan we. Oh, dat is aardig. Ja, ik wist ook niet. Nee. Ik woonde hier een eindje verder. Ik dacht bij de stad toen, nou is het droog. Ik kan kijk, ze bak koffie maar niet bakken. Dat is altijd mijn buurvrouw geweest. Ja. Dus er zijn drie mensen eigenlijk hier. Ja. Die vormen een goede organisatie. Ik dacht van de weg aan de toestanden. Ja. Ja, wat moet ik ervan denken, lieve? Ik kan kamp iedereen goed opschieten en ik zeg niet van de kamp mensen. Er zijn lieve mensen van mijn hout geweest. Familie R die wordt dan nu verdacht, hè? Die drie mensen, ja? De familie van betrokkenheid bij de groene en de organisatie van de drugshandel. Wat denk je ervan als u dit verhoort? Ja. Ja, wat moet ik ervan zeggen? Ik zeg er niks van, ik doe dat niet. Want ik moet mijn eigen niet mee. Nee. Nee. Maar u staat er niet van te kijken? Ja, ik stond niet. Ik weet, ja, ik sta hier te kijken dat hier de politie aan me stond. Ik wist het ook niet. Maar van die verdenking. Ik sta er niet van te kijken. Nee, ja, ik weet het niet. Ik moet er eigenlijk ergens mee. Nee, dat doe ik niet. Ik weet ergens niks van. Ik weet alleen dat ik maar niet op de koffie ga, en verder weet ik niks. Dank u wel. En hoe is uw voornaam dan? Bert. Bert? En ja. U achterbij? Ja. Zit u er dan? Ja, dat zijn het erg. Ja. Wat vind ik erg? Allemaal van die witte pakken aan. En... dat ziet er niet.